Een cruiseschip met alle luxe die je bedenken kunt. Een fantastische reis naar Parijs, Lissabon en Spanje. Maar er is één probleem. Als je niet uitkijkt, raak je onderweg je spullen kwijt. Kapitein Zandbank doet een emotionele oproep. Wie ontmaskert de dieven op zijn schip? Hij looft een beloning uit van 100.000 euro. Wie gaat met dat bedrag naar huis? Als het schip vertrekt, is het eerst nog rustig aan boord. De saaie meneer Lusteloos roert in zijn veel te dure kopje thee. De oude mevrouw Zomers is voortdurend de weg kwijt. De deftige heer en mevrouw Lariksveld mopperen over het eten. Oud-zeeman Loodrecht heeft alles al gezien. Maar de sfeer verandert als een groep jongeren aan boord komt. Zij zetten de boel totaal op stelte. Na een excursie naar Parijs slaat de paniek toe. Er is gestolen. Als in de haven van Lissabon opnieuw verschillende passagiers hun kostbaarheden kwijtraken, worden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Terwijl het schip verder vaart, komen twee groepen steeds meer tegenover elkaar te staan. De oudere passagiers weten zeker dat de jongeren achter de diefstallen zitten. De jongeren vinden dat de ouderen zich vreemd gedragen. Zij bereiden een feest met open podium voor, in de haven van het Spaanse Tormolinos. Uiteindelijk is het kapitein Zandbank die voor ontknoping zorgt. Klaar voor vertrek, een avontuurlijke afscheidsmusical vol humor. Bij de musical maak je zelf een aantal filmpjes die een plek krijgen in het verhaal. En er zit een lied in waardoor je gegarandeerd niet meer stuk kunt bij de opa's en oma's in de zaal. Stapt jouw klas ook aan boord?